En hallo mensen, tof dat jullie kijken naar weer een nieuwe aflevering van op mijn kanaal. Het is een TNT aflevering of een TNT, of ja, gewoon een TNT potje. Ik loop nu even weg om even dat raam dicht te doen. Zo. Want het is gewoon vervelend kutgeluid. Als je alleen maar van die bullshit achter je hoort. Zo. Oké, we gaan lekker een potje beginnen in ieder geval. En jullie denken van, what the fuck, rot niet maar, ik kan een kaart gaan. Holy shit, oh. Oh, ik zat even niet op te letten. Oh, oh, oké, oh, kut. Oh, shit. Weet je, zou dit cool zijn? Oh, dit is best wel vet. Want je hoeft toch niks met je muis te doen, weet je. Dus dit ziet er best wel leuk uit. Nying, nying. Ik vind het best wel geinig. In ieder geval, zoals jullie, zoals ik al zei, welkom bij een nieuw potje, bij een nieuwe game eigenlijk, TNT Run. Ik heb dit al eerder gedaan. Alleen ja, ik voel even de feeling om nog om gewoon even lekker alleen maar minigames te spelen. Want ik speelde afgelopen weken, speel ik best veel minigames op mijn kanaal. Maar ja, weet je, waarom niet? Iedereen speelt minigames en ik speel ze op deze manier een keer, ja, gewoon een keer gefilterd of een keer gerecord. Want ik record, want ik speel eigenlijk gewoon een beetje solo, een beetje aankloten met de rest. En ja, nu speel ik ze gewoon een keer. En records weer, dat doe ik eigenlijk nooit, zoals jullie ook wel weten. Ja, ik speel wel vaak gerecorde games, maar niet echt op de Hypixel server ofzo. Maar dan moet ik er wel bij zeggen dat ik niet vaak Hypixel speel. Vind wel dat ze leuke games hebben, daar niet van, maar ik speel veel op CubeCraft. Ja, oké, dat wisten jullie wel. Maar oké, okay. Oh, kun je weer net zien hoe goed mijn PvP's, hoe goed mijn parkour skills zijn, hè? Ja, kan je net goed zien hoe goed mijn parkour skills zijn, hè? Ja, je hoort het me nog zeggen. Ik ben zo slim, jongen. Godver. Laat ik het toch maar even erbij pakken weer, want ik moet even kijken hoeveel mensen er nog over zijn. Nog 10, nog 18 mensen. 17, oké. Ik vind het op zich wel een tof effect hebben om gewoon helemaal niks, om gewoon geen verdere afleiding te hebben, om gewoon lekker te kunnen concentreren op wat ik aan het doen is, dat ik geen verdere informatie in mijn scherm heb. Dus dat is de reden dat ik dat even weghaal, want ik hoef geen verdere informatie en shit in mijn scherm, want ik vind het niet zo handig. Simpel. Oh, dat was echt even die skills hoor, die je soms nodig hebt. Ah nee, fuck, ik ben achtste geworden, dat is wel goed. Laten we er nog eentje doen. Ja, ik... Dankjewel. Oké, we doen er nog eentje. Dat vind ik wel leuk. Ik vind het wel leuk. Pakken we play al. Ik zie al overal zetten we van alles. En dat vind ik zo fijn. Ja, ik... Het leidt me af. Hier zitten veel mensen in. Boosblief. Laten we het gewoon proberen. Ik ben niet zo goed in Boosblief. Ik ga ondertussen hier ook even allemaal lampen uit doen. Want ik heb me slecht voorbereid op deze aflevering, zoals jullie ook maar horen, want ik moet het raam nog dicht doen, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. Maar nu is alles wel eens een beetje gefixt. Want komt ook nog een vliegje la. Bam! Nee, bijna. Nee! Nee! Ga weg! Ga weg! Ha! Zo, die is dood. Sorry dat het om de aflevering moet, maar het is ook jammer dat ik nu net geen facecam aan heb, anders zullen jullie kunnen zien hoe ik het beestje gekild heb. Oh, nu zit er een vlek op mijn monitor. Oh nee, dat is vies. Oh nee. Oh, ik moet even opletten dat we gaan zo beginnen. Het vlekje is al... Oh, kut, die smeer ik het uit. Oh god. Oké, ik moet concentratie rot, die concentratie. Wat ik ga doen is heel simpel. Ik ga gewoon rondrennen. In hoop dat ik in leven blijf. En ik weet niet of jullie dat horen per toeval, maar het reageert hier echt keihard. Holy shit. Oké, nu krijgen we opeens een dikke lagbui. Hoor maar. Oh, het valt wel mee. Oké, wat ik doe, het is heel simpel. Ik ga gewoon rondrennen. Totdat de meeste mensen gewoon dood zijn. Totdat er veel dood zijn, dat het een beetje overzichtelijk wordt. Want het is natuurlijk helemaal niet overzichtelijk als ik maar blijf schieten. Zoals dit. Want je zal het altijd zien, want zo ben ik namelijk. Dat als ik één keer schiet, dat is me namelijk al eerder gebeurd. Dat ik mezelf kill. Maar aangezien ik dit veel gestrevende vind, is dit veel aangenamer. Dus ja. Het is op zich best wel leuk om te zien, ook gewoon omdat je nu ook, omdat er niks extra staat, dus dan heb je echt een volle view over dat je daadwerkelijk, wat je daadwerkelijk aan het doen bent. Dus ook wat er om je heen gebeurt. Op deze manier zie ik ook veel meer, dat als allemaal van die shit in mijn beeldscherm staat, zie ik helemaal niet wat er aan de hand is. Maar nu zie ik, kan ik exact zien wat er om me heen gebeurt, dat is echt super chill. Ik blijf gewoon rondjes rennen hoor, niemand die me te pakken krijgt, want ik... Zoals jullie gezien hebben, ook best wel goed in parcours eigenlijk, tenminste. Ja, best wel goed. Ik overleef ermee. Ja, dat is zo dat we het zo noemen. Want, oh.
Er wordt op iemand geschoten. Er wordt op iemand geschoten. Moet je kijken, moet je kijken wat mensen slopen, hè. Holy shit, moet je... En als je dan bedenkt dat hier dus gewoon, als je hier met 24 man bent, dat hier gewoon 23 andere mensen zijn, of waren, die gewoon achter een computer zijn. Ik moet hem dood hebben! En ja, daar ben ik dan weer eentje van, weet je. En zo moet je, als je erover nadenkt, is het best wel raar. Als je bijvoorbeeld in een, zoals, als je bijvoorbeeld in een map speelt met 100 mensen of zo, gewoon veel mensen. Dat je dan beseft, dat als je met 5 mensen in een team bent, dat je dan eigenlijk met z'n 5 achter de computer zit te kloten. Dat is daar moet je maar eens over nadenken. Dit klinkt heel erg filosofisch, denk ik, maar op zich best geinig. Nee! Ik stopte met... Nee! Hij stopte met sprinten, je zag in het, hè? Oh, er zijn nog 5 mensen over nu. Oh, ik heb wel goed gedaan, maar ik vind wel dat ik het goed heb gedaan. Ik heb 18 shots... shots fired. Hey! Ik heb 18 coins erbij, of dat hoeveelheid die ik al had. Oh, ik had serieus hier gewoon nog... Hier had ik allemaal nog van die power-ups. Ik heb geen idee hoe dat werkt. Maar ja. Oké, in ieder geval, ik hoop jullie van deze video genoten hebben. Doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En ja. Dan hoop ik dat jullie dit tof vonden. Want ik vind het op zich best wel grappig. Gewoon korte aflevering, kort per krachten. Maar wel gewoon leuk. Ik vind ze leuk om te maken. Dus dan is het al voor mij al veel leuker om te doen. Weet je. Want niet elke video hoeft 10 uur lang. Of 10 minuten lang te zijn. Of een kwartier, weet ik veel. In ieder geval, oh, trouwens, ik ben niet nog nooit buiten geweest. Waarschijnlijk gewoon in de middle of nowhere. Ja, ik dacht het wel. Wauw. Het is echt alleen de binnenkant. Voor de rest is het echt gewoon niks. Maar wel mooi. In ieder geval bedankt voor het kijken. Zeg ik weer. Oh, kijk, de winner is. Oké. Alsjeblieft, in ieder geval bedankt voor het kijken. Zeg ik. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters. En doei.